Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vanmiddag contracten ondertekend met 9 bedrijven die in aanmerking zijn gekomen voor een grant. Deze schenking is onderdeel van de derde ronde van het Innovation in Firms, IFS, pilotprogramma. Met dit programma ondersteunt het ministerie bedrijven bij de verhoging van hun productie, productiviteit en innovatie. In het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen. Het pilotproject is een onderdeel van het Suriname Business Climate and Innovation Programma, SUBSIP. Volgens minister Stefan Sang van HINT komt het ministerie met SUBSIP de private sector tegemoet. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nationale strategie van de overheid, zegt de bewindsman. Binnen het SUBSIP-programma wordt het Innovation for Firms in Suriname, IFS-project, uitgevoerd. Het algemeen doel van het pilotprogramma IFS is om meer innovatie te brengen, een verhoging van productiviteit en productie van lokale bedrijven, in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen, oftewel de KMO's. De specifieke doelstellingen betreffende het verhogen van hun integratie in clusters van bedrijven, waardeketens, het versterken van hun netwerk onderling tussen de bedrijven, met kopers en verkopers, dit alles moet de concurrentiepositie van de lokale bedrijven versterken. De aanname is dat door middel van productiviteitsverhoging, de groei van de economie en het proces van institutionele modernisering kan worden versneld. De verwachte resultaten van het IFS-project zijn verhoging van de productie, innovatie en productiviteit met als gevolg meer omzet en afzet, importvervanging, toename devieseinkomsten door export en werkgelegenheid door uitbreidingsinvesteringen en versterking van het concept clustering. De bewindsman zegt verder dat fase 3 van het IFS pilotproject in december 2018 is gestart. Na de indiening van 23 projectvoorstellen is er een screening gedaan door relevante experts, zegt Sang. En hieruit zijn 17 bedrijven geselecteerd voor het ontwikkelen van hun development plan en deze te presenteren aan de pitch voor de IFS Advisory Committee. Van de 17 bedrijven die gepitcht zijn, zijn 8 gekozen voor een matching grant om die in ontvangst te nemen. De bedrijven die in de derde ronde in aanmerking komen voor de matching grant zijn Amea Cashew and Pineapple Industries NV voor verse ananas, verwerkt en verpakte ananasproducten. Lodgehouders Upper Suriname, oftewel LBS, dat is de Brokkepondo Toerisme Cluster. De Coroni Toerisme Cluster. Diensten om de gemeenschap en agrotoerisme in het district Coroni te bevorderen. Dan hebben we Para Laboratories NV, het maken van poeder en siroop van vruchten en conserveren van vruchten. We hebben Paramaribo Life Museum Cluster. Daarbij moet je denken aan Paramaribo in zijn geheel als een museum. En daar ben ik bijzonder blij mee. Het gaat om diensten om Paramaribo als toerismeproduct te verheffen. Zover minister Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak vanmiddag voor de contractondertekening van de derde ronde van het Innovation in Firms IFS pilotprogramma. 9 bedrijven zijn in aanmerking gekomen voor een grant. De ondertekening vond plaats in de Kamer van Koophandel en Fabrieken.